Oké, okay, we hebben een spoortje leggen voor Kobus, de eerste 14 shoe spoortje. Zo, beetje zweet in het begin, markering erbij. Punt bepalen in de verte, je ziet je paaltje met die drie witte stippen, daar gaat dat nu naartoe lopen. He, en het is van makkelijk naar moeilijk. Ik loop buitenom. En we beginnen gelijk afwindig. Dat wil zeggen dat het zuidwestenwind is. Die staat precies bij Ad aan zijn rug nou. Zodat die ook met de neus aan de grond moet werken. Nou, zo doet dat, dan komt er een haak in. Weer een haak erin. Je ziet de afstand 30, 20, 50 meter. En een meter of 20, 25 erbij en dan is het klaar. Het eerste spoor, dit doen we twee keer. Nu de paaltjes worden in de richting gestoken waar die gelopen is. De wind draait nog wel een beetje. En dan komen we klaar mee zo meteen. Verleiding is hier nu wat die nu is. Knijnen.
We hebben die mols open stoppen, Ad. Ja, ietsje verder. Dan kunnen we dat, dat eindstuk achterleggen. Kijk. Huppla. Ja, die losse stukken die zou ik even in een zak doen. Oké. Nee, die zo. Pakt die misschien over op die losse stukken. Oké.